Hallo, hier Henk Huppelschoten. Zoals u al heeft gemerkt, reis ik voor het programma Carnaval Vooraf stad en land af. Ik weet af en toe niet eens in welke dorp, stad of gemeente dat ik uithang. Maar hier ligt dat natuurlijk anders. Dit is herkenbaar terrein. Ik ben hier vandaag, zoals u wel kunt zien, in Bergen op Zoom. We zijn in Helmond, Henk. Ik ben dus in Helmond. En ik ga op bezoek bij vader en zoon van Rijt, die allebei prins zijn. Is dat dan wel zo uniek, vraagt u zich af? Nou, misschien niet, maar ik zou zeggen, verzin anders zelf maar eens een keer een onderwerp. Als jullie het allemaal zo goed weten. Koning Willem III had ook een zoon die prins was, dus in die zin is het niet echt uitzonderlijk te noemen. In de carnavalswereld is het echter wel iets aparts. Wat heet? Wat een kapot, man. Wat heet? In de 43-jarige bestaan van CV De Rampendampers is het nog nooit voorgekomen. Beste kijkers, mag ik u voorstellen aan jeugdprins? Rick, de Nuurste. En zijn zoon? Prins Hans de Tweede. Alaaf, alaaf, alaaf. En we zijn hier nu in de residentie van CV De Rampendampers, waar ze al volop bezig zijn met de voorbereidingen op carnaval. En hier is ook de oudste zoon van Hans van Rijt, Bas, aanwezig, die in het tweede van de Raad van Elf speelt. In de A-jeugd zullen we maar zeggen, oftewel de Ramembers, zoals we dat hier noemen. En daarin wordt hij voorbereid op het grote werk in de selectie. Kortom, bij de familie van Rijt wordt hij dus gewoon doodgegooid met de prinsen. De lijfspreuk van prins Hans II luidt dan ook. Een goede Raad van Elf is niet altijd een kwestie van knaken. Als je thuis een beetje je best doet, kan je zelf wel wat maken. Ja, dat soort dingen kan je gerust aan Hans van Rijt overlaten. Ten slotte nog de carnavalsweerspreuk. Is de aanloop naar carnaval toe een lange, dan voel ik de bui alweer hangen. Tot volgende week.